Noem het geen aquarel, noem het... Ja, dus iedereen wenst het om viraal te gaan, maar viraal is een mythe, dat bestaat niet. Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen. Dus kom maar bij. Ik wou hem helpen, dus ik pak die baksteen, toch? Concurrentie, don't give a fuck man, ik ben een vakman. 7 dagen per week pokken voor elke dag man. Ze dissen me hiphop, ze hebben niet eens geluisterd. Wacht, ze hebben nooit echt hiphop geluisterd. Voordat ik boos word en flip op deze twijfels, zeg ze ik ben Jay en ze kunnen beter buigen. Mijn raps heet Curry. Ik ben koud, McFlurry. Live life en ik clip life. Leef wat ik praat, praat wat ik meemaak. Ik voel me gevangen, dus ik noem het Trap City. Bang voor de toekomst en voor wat naar me toe komt. I always felt like I was underrated. I'm underrated. I'm way better than what I always had got the credit for. I'm way greater than a lot of these, you know. And I'm not even just talking about the fact that I got great hair. I ain't talking about that. I'm talking about the fact that I'm talking about musically. I'm talking about sonically. I'm talking about creatively. I'm talking about dopeness all together. But it is what it is. I'm simple. When I understand how to deal with things, I adapt to what I gotta deal with. You understand? If I know that I'm gonna get these three hot trades every morning, every day, morning, noon, and afternoon, I know how to adapt to that. So I know how to adapt to what the conditions are. I know that I'm supposed to be here, but they got me here, right? Cool. I just gotta keep going and keep pushing. So that brings me to the advice. Believe in yourself. I got supreme confidence. I walk in the room. I'm that nigga. I don't care who in there. Said, yo, man, you know, oh, yo, what's your name and them is over there? Drake and them. I said, did you see me? Did you not see me? Did you not look at me? Look, I got good hair. Bitch, look at me. I'm that. You understand? I'm that. Yo, man, preview. Heel stress, veel pijn, weinig begrip. Veel stress. Veel stress. Weet je, ik wil niet met allerlei terminale ziektes gaan schelden, maar valt het echt niet mee, man. Veel stress. Veel stress. Veel stress. Veel stress. Hij komt. Snitch sets. Snitch kers. Wanneer kom ik hier weg? Ik ren klaar, man. Des vets. Ik heb de 2-6 fully gerepresent, hoor. Geen stress, laat haat het niet man? Stressen. Kleine vieze insecten, kleine kring, ze zitten insecten. Het is zoveel. Ik sta er niet eens bij stil. Licht erop. Band met niemand, net een beest zonder halsband. Test op de blok, denk je dat je lef hebt. Je wordt veranderd in een dead op of een leadback. PT is gek, Marokkaanse dealers. Dronken toeristen, dronken Oekraïners. Deelt mijn linker, checkte of ze een vriend had. Marketing en pimping, 2 vliegen in 1 klap. Fles openen, trek je back op. Als je lukt om weg te lopen, nooit veranderd. Bleed mijn part, ben echt een soldier. Veel herrie, je denkt dat het om een festival gaat. Maar het is gewoon een verjaardag in de Kapelstraat. Lekker zomer, maar mijn hoofd voller. Maak een wandeling, dat is mijn behandeling. Jullie zeggen gangbangers, maar gangboelers. Ze denken ze zijn van Shirek, maar hangen als ze wasrek. Ben aan de top alsof ik op het dak sta. Dus ze haat online, maar buiten is het pak sla. Wie draagt zoveel ijs dat hier de kat van krijgt? J-Lime. Wie is de baas uit de Klarendalwijk? J-Lime. Maak ze koud met de ijs, J-Lime. Puntjes op de i, zoektreks afmaken. Kom agressief, zoektreks afmaken. Wie is de baas van de Klarendalwijk? J-Lime. Wie draagt zoveel ijs dat hier de kat van krijgt? J-Lime. Brrr. Jongens, even goed lunchen, want ik heb... verfles met mijn strijder Gerard. Hij is echt een topkunstenaar en hij is eigenlijk ook heel betrokken in de wijk en de politiek. Hij is eigenlijk gewoon een topstrijder ook. Een soort Spider-Man eigenlijk. Want je ziet hem gewoon overal, weet je wel. Hij is echt een held hoor. Shout-out naar Gerard, sowieso. Kijk, dit is Arnhem vroeger, zie je. En deze scherm speelt beelden af. Je ziet het, dit is mijn werk, J-Dot. En het werk van de meester. Gewoon 1 week. Ja man, je ziet het jongens. Noem het geen aquarel, noem het gangsterrel. Ja. Dit zijn natuurlijk de echte bloemen. Ik zet er zelfs vijgenboom. Dat is wel hard, hè? We kunnen hem kennen van mijn clip al vanwege G's. Dit is echt een goede vriend van mij.
grote baas zei net ook van aquarel is eigenlijk een ruil met water. Weet je, zo moet je het zien. En je moet vooral het water laten stromen. Dus niet te veel zelf doen. Go with the flow. Laat je gewoon, weet je wel, relax. Snap je? Eigenlijk moet je moet een beetje lui zijn als het ware. Maar in ieder geval, ik kreeg dit ook. Want ik kreeg een cadeau zoals altijd. Dit was de fotowedstrijd. Mensen hebben best een mooie inzending gemaakt. Hoor. Dit is meer een vibe. Op zich, je kan zeggen, ja, niet zo boeiend, maar... Ja, verlaten bushalte waar vroeger de Klagendallijn doorheen reed, weet je wel. Het gaat ook om de vibe, hè, natuurlijk. Dit is ook wel mooi, de molen. Dit, kijk. De Klagendal Dagu. De Fashion Quarters. Weet je wel. Molen weer. Molen met een drone, denk ik, gedaan. Deze vind ik wel echt heel dik, man. Deze boy heeft echt grafisch. Ik wist niet dat het mocht. Dit is wel echt een goede grafisch ontwerp, hoor. Sterk, man. Misschien ga ik ook op die manier concurreren volgende keer als er weer zoiets komt. I'm coming for you, bro. Poort, maar ja, het is een vibe, hè. Het heeft wel een soort... Het zal wel iets met geschiedenis zijn of zo. De architectuur en deze. En kijk de details. Modekwartier. De vibe is, hier zie je ook echt iemand zitten in het raam, snap je? Dat is denk ik ook een beetje het idee. En de tulpen en de omgeving natuurlijk, absoluut. Hey jongens, studio vibes, man. Maar hey, ik wou zeggen, weet je wel, ik zat iets te luisteren. Het was de tijd dat ik alle challenges gewoon heb gemurderd. Alleen er waren maar een paar real ones die ook echt mijn challenge deelden. Mario Cash, Jordi Money, nog een paar, weet je wel. Maar best wel underground. Weet je, die grote boys, die King Size heeft ook een keer... Maar... Dus shout-out naar hun, dat toont wel karakter, weet je. Terwijl al die grote namen juist doodsbang zijn voor hun positie, hè. Waardoor ze gewoon anderen de hele tijd onderdrukken. Terwijl ik zeg altijd, heb waarschijnlijk ook wel eens in mijn pokus gezegd van, in die speeches van... Ik wil juist concurreren met de beste. Dus als ik een rapper ben, ik heb een positie, ik heb connecties. Want dat is hoe het werkt. En je kan mensen ook blackballen, hè. Dat wordt vaker gezegd. Dat is toen met G-Unit gebeurd. Weet je, 50 had op een gegeven moment heel veel macht in de music business. Dat zei Ja Rule en zijn manager of zijn producer, Irv Gotti, zijn labelbaas later ook. Van in die tijd was het best wel zwaar voor de mensen, voor de jonge mensen. Jullie weten misschien niet wat ik bedoel, maar... Of jongeren. 50 Cent en Ja Rule, die beef vroeger, weet je wel. Ze zeiden ook, het was heel moeilijk om iets te doen, omdat aan de ene kant Ja Rule was heel populair en gaande, maar 50 die ging aan de slag met Eminem, Dr. Dre, weet je wel, dus dat was toch wel een grote concurrent, weet je wel. Maar, ja, dus ik heb toen met al die challenges meegedraaid, maar eentje was, ik ben hem trouwens in de vlog ook aan het zetten, ik ben hier aan het werk met twee computers, maar ik zal even checken. Messen en controle is. Je hebt geen controle over andere mensen. Snelle liedje viraal gaan. Iedereen wenst het. Haak ze af, want niemand wil het werk doen. Ja, dus iedereen wenst het om viraal te gaan. Maar viraal is een mythe. Dat bestaat niet. Weet je wel? Kijk, er wordt allemaal gewoon voor betaald. Dat heb ik het ook laatst over gehad, hoor. In een vlog van. In die Ronnie Flex vlog. Waar ik over. Weet je, een beetje fakeness in de scene praat en zo. En ja, weet je wel, het is gewoon, er wordt gewoon marketing gedaan. Dus als een DJ een plaat draait op de radio, of als tegenwoordig zie je ook dat de mainstream media, de NOS of zo, die laat dan scholieren naar liedjes luisteren. En dan gaan ze het, en dan doen ze alsof dat een hele natuurlijke ontwikkeling is. Van scholieren luisteren ineens massaal naar het nieuwe nummer van zus en zo. Maar dat is niet natuurlijk gegaan. Daar is gewoon, weet je wel, wat voor gelakt, snap je? Ja, ook met viraal gaan. Dat jij ineens, hoe moeten mensen weten dat jouw nummer er staat? Je kan wel heel goed zijn, maar als niemand het weet, snap je? Dus dat viraal gaan is een mythe. Het zal eens een keer zijn gebeurd, maar het is niet helemaal. Maar kijk, wat viraal gaan ook betekent, en dan ga je natuurlijk lachen, maar dat jij onbekend bent. Je zet je eerste nummer online, maar toch ineens 100 views, weet je wel? Een van de jongens die ik ooit heb geholpen in het verleden. Die tijdens zijn shoot waren wat mensen tegengekomen. En weet je wel, zei de abonneer alvast, binnenkort komt de clip toch. Zijn clip kwam uit, 500 views. Maar jullie lachen, want voor jullie is viraal miljoenen views. Maar dat is niet realistisch, dat bestaat gewoon niet. Dus ja, dat is een sprookje.
Kijk, voor jullie is viraal natuurlijk miljoen views, maar dat bestaat gewoon niet. Dat is een sprookje. Dat is als je een super beroemd iemand bent, maar dan is het niet viraal gaan, dan is het gewoon marketing, weet je wel. Dus ja, die jongen had ineens honderden views. En ik heb dat ook gehad bijvoorbeeld met boormachine. Maar ik heb geen miljoenen views. Ik heb niet eens een ton erop, weet je wel. Dus, maar ik heb geen miljoenen views. Ik heb niet eens tienduizenden views erop, weet je wel. Dus, maar ik heb niet miljoenen views of zo. Verre van zelfs. Verre van. Dus, maar dat was ook een goed nummer van. Ik had de nummer The Bridge. En daar was een remix van het nummer van vroeger. Van Nas en die boys van Queensbridge en zo, weet je wel. En een van die strijders die vroeger met hem omgingen, met Prodigy van Mobb Deep, weet je wel. Van Halfway Crooks. Ik heb trouwens ook daar een soort remix-achtig ding van. Remix-achtige pokkel van Halverwege G's heet die. De clip Halverwege G's, die zou, moet je ook checken. Maar J-Line Halverwege G's heet die toch? Toch? Ja, je weet het ook niet. Nou ja, maar... Halverwege G's. En toen, toen had ik, maar ik had dus ook een pokkel gemaakt, een remix van The Bridge. En toen had een van die boys, Twin of Big Twin heet hij volgens mij, die had hem geliked. Snap je? Dus dat is ook weer, dat zijn toch van die kleine mijlpalen die zeg maar, maar ja, het is niet viraal gaan. Het is gewoon, maar het is wel hard. Het zijn van die priceless moments. Kijk, ik kan het niet eens vinden, man. Halverwege G's, J-Line. Maar, eindelijk, maar dan krijg ik wel hele andere tracks van mij. Maar goed, als je mijn playlist gaat voor My Music Videos op mijn YouTube, dan vind je hem wel. En ik had ook een keer dat ik door de wijk liep en dat kinderen ineens zeiden, boormachine hoor ik vaker, maar dat op een gegeven moment dat ze hier 026, en heel veel van die kinderen kennen het, dus dan telt het niet echt, weet je wel. Ik had ook een keer dat boys gewoon hier 026 begonnen te rappen, weet je wel, en dat is al lachen. En daarom zeg ik ook, er is nog een tag. Maar in ieder geval, dus in de bridge zeg ik ook self-made. Ik heb niemand nodig. Ik heb je niet nodig. Je hebt mij nodig. Omdat zo'n boy dat me in de rug gestoken ging ineens raar doen en zo. Terwijl ik heb alle, weet je wel, ik heb heel veel jongens gemaakt hoor. En wegwijs gemaakt ook. En ook technische inzichten geleerd. Maar man, niet uit. Maar de bridge heb ik. En ik heb, en ik had ook zo'n poker waar ik zei, ik heb priceless moments meegemaakt die je niet ziet. Ik ga hem even opzoeken. Yo, ik ben een inburger. Ja. Pokus met 10 views, maar ik wikkel voor elke 10. Okay. Ik heb priceless moments van de proces die je niet zien in de mainstream. Nope. Kijk, dit bedoel ik dus, weet je wel. En toen was het echt wel tientallen views. Weet je, het ging echt om tientallen views, heel weinig. Dus ik zei, ik wikkel wel voor elke 10. En ik heb priceless moments die hun niet meemaken in de mainstream. Want als je gelijk getekend wordt op jonge leeftijd, je gaat de mainstream in. De label drukt jouw knop, die regelt overal interviews. Snap je, die lanceert jou. Dat bedoel ik met ze drukken jouw knop. Dit ga je nooit meemaken, de moment die ik heb. En dat is ook wel heel mooi. Ja, weet je, het is niet, je wordt er niet rijk van. Maar het is wel gewoon dik dat op een gegeven moment krijg je een beetje traction, weet je, dan loop je door de wijk, zitten kinderen je pokoes te zingen, de views stijgen, de kijkcijfers, je weet toch, dus dat is wel gewoon hard. Als een gek te spenden, ik loop gek te investen, miljonairs middenklasse, wat je denkt, je hoeft niet meer te werken. Noem andere fascist, racist, maar protesteren samen met Petos GroenLinks. Op wat ben je? En mij backstabber? Op wat ben je? Ik maak altijd opoffers voor anderen, ben een real block soldier, fans supporter niet, ze geven blowjobs. Als een blanke label zegt, is de rapper van de moment. Volgend jaar een nieuwe, dan pijpen ze die ook toch. Ik heb mensen gemaakt, ik heb niemand nodig. Ik heb je niet nodig, jij hebt mij nodig. En wie een kuil gaat voor een ander, valt er zelf in. Dat zijn jouw woorden, ondankbare backstabben. De kleine rat en boys en clips met masker. Waar ben je bang voor? Toon je gezicht, mask of je weet, je hebt gehoord van Future. Als je jezelf niet respecteert, kan je anderen niet respecteren. Als je niet van jezelf houdt, kan je niet van anderen houden. Dus onzekere fuckboys zullen altijd projecteren. Zullen altijd projecteren. Ja, de boeren eigenlijk uit te kopen. In hoeverre is dat realistisch? Nou, het gaat vooral om dat je minder dieren wilt, hè? Want het zijn de dieren in die stallen, die stoten die ammoniak uit. Het is ook wel eens genoemd een offer you cannot refuse. Het zijn vaak... Het zijn dus maffiatermen. Ik voel verbazing te kijken. Het was iets wat ik niet verwachtte. En het is mijn buurjongen. Het is een hele lieve jongen. Hij doet ook nooit wat fout. Dus nee, ik zag die niet aankomen. Maar het is toch niet normaal? Wat voor iemand is die roze dan als je een jongen van 19 keihard gaat krabben en bij zijn nek vastpakt? Ja, een ambtenaar. Ja, en ik kan me ook voorstellen. Ja, nou, we zijn alweer aan het einde gekomen. Dus kom maar bij. Oké, gehoord. Dit is de
de Hommelse Markt op Hemelvaart. Maar weet je, het is ook niet meer echt wat het was. Kijk, vroeger was het echt een soort vissen en zo. En nu is het meer van, ja, toen ook al. Toen was het ook van, zo snel mogelijk shoppen, je bek dicht houden en oprotten. Maar nu is het echt van, ja, weet je, het is gewoon heel erg regelzucht. Jullie weten hoe het is in Nederland, man. Een vis gescoord. En we gaan weer loesen. Ja, dus dat was Hommelse Markt op Hemelvaart. Het schijnt ook best populair te zijn. Ik las op internet van dat jaarlijks 60.000 bezoekers. Maar ja, het is altijd wel regels. En op een gegeven moment, dus als je, het is tot 5 uur volgens mij. Als je dan 10 minuten langer blijft, als mensen nog steeds een beetje hun sales doen en zo. Weet je wel, dan is het gelijk van de Gestapo komt en weet je wel, gezeik. Dus dat is op zich, dat was toen ook al. Maar wat ik merk is van dat vroeger was het echt een soort feestvibe. Ja, als ik me goed herinner, ik weet niet of er muziek was, maar boys gingen drinken en chickies en. Ja, ik dacht dat was ook al. Maar was vroeger zo'n kill, mensen uit Arnhem weten. Zo'n light skin kill, zo'n anti. Ik noemde hem gewoon Ice-T, weet je wel. En omdat hij light skin was en dreads. Nee, had Ice-T heeft nooit dreads. Jawel, Ice-T heeft dreads. Nee, weet ik. Laat weten in de comments of je weet of Ice-T ooit dreads heeft gehad. Ik ga het opzoeken zometeen. Maar gewoon die gezicht, weet je, die boy leek echt op Ice-T. Dus ik noemde hem Ice-T. Ice-T de rapper. Weet je. Toevallig is de Hommelse Markt ook de laatste keer dat ik hem levend zag. Weet je, hij is overleden, Arapi, al heel lang. Dat is de laatste keer volgens mij dat ik hem zag. Dus hij zei zo, yo, is goed. En hij reed van takken en toen zei hij van, ja, ik ga even jagen, je weet toch? Toen kon dat nog, toen was dat niet zo taboe in Nederland. Toen had je nog niet dat Malthusianisme en straatintimidatie en al die ons. Die complot tegen de vrouw. Jonge mannen die allemaal massaal vrouwen willen intimideren op straat. Dat complot bestond toen nog niet. En toevallig, dit soort dingen, ik praat hier nooit vaak over dit soort dingen. Weet je, ik ben niet echt zo'n opschepper van, joh, ik ben zo'n gangster, dit of dat. Maar een keer waren ook, zeg maar, mijn buurman had, zeg maar, beef. Dus ik wou hem helpen, weet je, had me ooit geholpen met mijn waggie te repareren, snap je? Het is eigenlijk een tering buurman, maar in die tijd, nou ja. Ik wou hem helpen, dus ik pak die baksteen, toch? Er waren best van die grote gasten, je weet toch, die ASO-tatas, je weet toch? Biggie gasten. Pak die baksteen uiteindelijk om mij op te dagen, dus had hij Tori gesust, weet je wel, want ze respecteerden zijn autoriteit. Die man heeft allemaal zoons, maar die namen allemaal de benen. Snap je, die dashten allemaal, maar je weet, J. Lyon, Last Man Standing. We zijn alweer beland bij Nacht van de Mode, althans, ze zijn aan het voorbereiden. Maar ook dit, ik heb begrepen dat, volgens mij in de wijkkrant ofzo, dat ze dit ook al willen gaan verpesten. Maar ja, we zullen zien, kijk, uiteindelijk moeten mensen ook instemmen. Je kan het niet verpesten als mensen het gewoon niet accepteert. Maar het schijnt dat er geen muziek mag worden gedraaid pas na 9:30. Maar ja, er zijn ook mensen die gewoon vroeg, snap je wat ik bedoel? Het is best wel laat hoor. En juist muziek en leuke dingen, dat is een beetje wat Nacht van de Mode hot maakt, snap je? Want dit is wel echt een ding in deze wijk. Ja, moet het wel een beetje gaande zijn. Snap je? Dus we zullen zien, maar ja. Als die vis aan niet gaande is, dan zal die snel gespot worden. Ze zeggen van, er moet meer aandacht zijn voor de mode en want dat is echt de reden dat men hier komt. Maar weet je, kijk, mensen komen gewoon voor het feest, snap je? En zodra je de mensen binnen hebt, die producten verkopen zichzelf wel. Als ze goed zijn. Goede producten verkopen zichzelf. Dus ik zou zeggen, draai wat muziek, weet je wel. Schenk wat drankjes in en dan komen mensen vanzelf naar die mode kijken. Ik denk dat het averechts komt. Dus ja, dus we zullen zien, weet je wel. Maar als het niet hard is, misschien dat ze de eerste keer ermee wegkomen, dat mensen nog niet door hebben. Maar als ze echt, jeetje, als geen muziek, niks te doen is, geen vertier, weet het niet, man. Dus weet je, gewoon dat zo'n ambtenaar dan wat verzint. Maar je weet wat ze zeggen. Het idee van de ambtenaar maakt het feestje gaar. Ik hoor je trouwens gewoon poppers, man. Dus het ging nergens over. Weet je wel. Eén ding over mij, het is altijd all eyes on me, dus ik ben meestal low-key, maar vorige keer liep er ook gewoon allemaal van die rijke tata's met flessen wijn en zo, dus deze keer niet toe, man. Alleen deze wijn, die rijke tata's niet, hoor. Geloof me. Ik zou trouwens ook wel een aparte videorapportage maken. Je weet hoe ik die dingen doe, toch? Dus hou mijn channel in de gaten.
pardon. Kan ik jou even in de shot zetten? Ik wil geen snitch zijn, maar ze draaien gewoon pokoes, man. Maar, alleen het weer, man. Ja, jongens, meestal heb ik echt een mening over die tribute bands, maar... Dit is volgens mij Fleetwood Mac, weet je wel. Dus dit is wel echt een beetje mijn ding, weet je wel. Ik vind het wel echt een topband. Als ik bolletjes haal bij de bakker altijd in NL, moet ik altijd denken aan die lijn van Campy vroeger. Verkoop bolletjes als je lokale bakker. En deze. Air Forces 2.2. Oh, dit loopt dood. En in mijn Air Forces 2.2, don't start shit. Maar niet uit of je chest getraind en hard is.